als ik hoor dat er alleen maar meer bezuinigd wordt en er alleen maar meer geld weggaat uit die zorg, hoe blijft het nog leuk? Daar ben ik over na gaan denken en ik kwam eigenlijk tot de conclusie dat ik vond dat er juist alleen maar dingen verbeterd waren in vergelijking met toen ik ooit begon in de zorg. Welkom bij dit Vitaaljournaal. Deze maand staan de medewerkers in de zorg centraal. Want dat mag ook wel eens gezegd worden, wij zijn trots op onze mensen in de zorg. Elke dag staan ze weer klaar voor patiënten, cliënten, bewoners, werken zich helemaal een slag in de ronde. En dat doen ze ook nog eens met heel veel passie en liefde. En daarom ben ik de straat op gegaan met de vraag, op wie bent u nu eigenlijk trots? Oh, dat is heel moeilijk. Ik ben heel trots op mijn man, want die is heel erg lief. En ik ben trots op mijn kinderen, want die zijn hele goede mensen. Ik ben trots op mezelf. Op het gezin, denk ik. Ja, de kinderen en onszelf. Ik ben heel trots op mezelf en ik stel iedereen waardig. Voor mij op de eerste plaats. Als je jezelf lief hebt, dan kan je ook naar anderen toe gaan om de liefde te geven. Op mijn dochter. Waarom? Omdat ze best wel ziek geweest is en omdat ze nu weer zo heel moedig weer beter wordt. De zorg in ons land is een van de beste ter wereld. Maar toch, als je een willekeurig programma opzet, heb je soms het idee dat het absoluut juist het tegenovergestelde is. Hoe kan dat nou eigenlijk? Mijn naam is Erik van der Neut. Ik werk in verpleeghuis Doogop als verpleegkundige en als EVV'er. En dat doe ik al sinds 5 jaar. Als ik hoor dat er alleen maar meer bezuinigd wordt en er alleen maar meer geld weggaat uit die zorg, hoe blijft het nog leuk? Daar ben ik over na gaan denken en ik kwam eigenlijk tot de conclusie dat ik vond dat er juist alleen maar dingen verbeterd waren in vergelijking met toen ik ooit begon in de zorg. En daar heb ik toen een stuk over geschreven. Het was in een nachtdienst, midden in de nacht dacht ik van ik ga gewoon mijn gedachten opschrijven. En dan zet ik het op het Omringplein. Het is een soort Facebook-achtig communicatiemiddel wat wij hebben. En van daaruit is dat echt enorm ontploft. Er is zo ontzettend veel reactie opgekomen van collega's die daarop reageren en zeiden van ja, inderdaad, er is heel veel verbeterd in de afgelopen jaren. Want dat was echt de insteek van mijn stuk. Jongens, kijk nou eens met mij mee. Al die thema's die ik nu aansnij, zijn allemaal een heel stuk beter dan 10, 15, 20 jaar geleden. En daar mogen we best wel eens trots op zijn. We kunnen elkaar best wel eens een keer een schouderklopje geven over wat we bereikt hebben met elkaar. Tot zover dit Vitaaljournaal. Wilt u nu meer weten over dit onderwerp of wilt u meepraten? Like dan onze Facebookpagina. En ik hoop u natuurlijk de volgende keer weer te zien. Doeg!